scoutinggroep De Redense Pioniers is begonnen met het bouwen van een nieuw onderkomen. Het onderkomen is volledig duurzaam. Zo zijn bijvoorbeeld de muren gemaakt van stro. Dit plan is tot stand gekomen omdat wij hadden een ander pand in de Boschuur, vlakbij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Daar hadden we een huurcontract op zitten van 40 jaar. En dat liep op een bepaald moment liep dat af. En wij konden niet tot overeenstemming komen met de verhuurder om tot een nieuwe verhuurperiode over te gaan. Dus wij moesten op zoek naar een nieuwe locatie. En in samenwerking met de gemeente hebben we de locatie hier ter beschikking gekregen. En zijn we begonnen met het bouwen van ons nieuwe pand. Ik denk dat het leukste aan de scouting vindt zijn de opkomsten. Waardoor je vuur moet maken. Oké. En wat vind jij het leukste aan de scouting? Dat je meer kan leren. En waar kijk je het meeste naar uit? De vuurkuil toch wel. De toekomst in het nieuwe gebouw zien wij zeer rooskleurig voor ons. Wij krijgen een fantastisch gebouw wat groter is dan het vorige, wat helemaal nieuw is. In een fantastische omgeving, vlak tegen het dorp aan. Onze vorige gebouw stond veel verder van het dorp af, dus moesten de kinderen altijd begeleiden. We zitten nu veel meer in contact met het dorp zelf. Dus ik denk dat wij hier een super toekomst tegemoet gaan.